Welkom bij het Sportcafé en fijn dat u weer kijkt. Vanavond natuurlijk weer de samenvattingen van onze lokale clubs. Maar naast het herenvoetbal vanavond vooral veel aandacht voor het damesvoetbal. Twee talentvolle dames uit ons eigen dorp zitten straks bij mij aan tafel. Willianne te Beek en Esmee de Graaf. Willianne te Beek, zij voetbalt op dit moment in Amsterdam en Esmee doet dat in Zwolle. En beide zijn er dus al behoorlijk ver aan het schoppen in dat damesvoetbal. Dat dus allemaal straks, maar eerst gaan we naar de samenvattingen. Waarbij we beginnen met die van IJsselmeervogels in de tweede divisie. Want zij speelden afgelopen weekend een thuiswedstrijd tegen GVVV, de Blauwe uit Veenendaal. Voorafgaande aan de wedstrijd was er 1 minuut stilte vanwege het overlijden van Jaan Ruizendaal. De eerste helft heeft hier een mogelijkheid voor Simon Brouwer. Maar de bal gaat aan de verkeerde kant van de paal voor de Veenendaalers. Wat doet IJsselmeervogels dan? Het levert een kopbal af. Barry Powell stond weer in de basis in de spits. Maar veel gebeurde er niet in die eerste helft. Weinig bedreigingen. Beide ploegen zijn op zoek naar de eerste overwinning in 2018. De Vogels hebben nog geen 1 puntje gepakt na de winterstop. En GVV slechts 1. De Veenendaalers scoorden nog niet. En IJsselmeervogels slechts 1 keer. Dezelfde belangen dus voor de beide teams. We zitten in de tweede helft waar iets meer zou gebeuren en de nodige emoties los zouden komen. Inzet was er genoeg. Ook bij IJsselmeervogels werd hard gewerkt. Barry Powell krijgt hier de kans en schiet men net over de goal. Olijfveld met Powell voorin. De ploeg uit Veenendaal op zoek naar een opening. En dan komt er een voorzet. Die wordt door Jamie Schaap gepakt, maar dan een botsing met Yannick Corti. En dan is het voor Lakmucci en Makkie om die bal in de goal te leggen. Even denkt het publiek nog aan een overtreding, maar er is niets aan de hand. Dat zien we in de herhaling. Het is een ongelukkige botsing tussen keeper en verdediger. We zien het hier. En dan komt de bal los te liggen. En kan Lakmucci de bal er makkelijk inschieten. En dat betekent dat IJsselmeervogels wat moet gooien op de aanval. Hier een behoorlijke tackle van Ali Akla gaat met vooruitgestoken been naar de bal, wordt daardoor geattaqueerd en valt. En wat is er dan gebeurd? Den Hartog en Akla, er lijkt niet zoveel aan de hand. En scheidsrechter Van der Laan zegt toch dat Hartog, Wilco Den Hartog, dit moedwillig heeft gedaan en geeft hem rood, zwaar bestraft. Voordeel voor de Vogels is wel dat ze nog met een half uur een mannetje meer hebben op het veld, dus er moet gescoord worden. Osterk speelt een goede wedstrijd aan de rechterkant. Stoomt op, legt de bal in het strafschopgebied. Komt hij bij de kluts, toch uit bij Barry Powell. En die moet snel uithalen. En vindt keeper Jansen op zijn pad. En die goal is oh zo nodig. Powell met een volley. Het moet nog een keer meezitten, een klein gelukje moet je hebben, maar geluk dwing je af. De Vogels blijven drukken, blijven pressen. Komt de bal bij Justiana en dan wordt hij hier. Ja, wat gebeurt hier? De scheids ziet een penalty. Maar gebeurde er nu zoveel? Justiana wordt aangeraakt, er is contact. Wordt van de bal gelopen, oordeelt scheidsrechter Van der Laan en vindt het zwaar genoeg voor de stip. Osterk claimt de penalty, staat bovenaan het lijstje en schiet hem erin. En wil horen van het publiek dat ze achter de ploeg, achter hem staan, ook als dit goed gebeurt. Oosterlee heeft zo zijn bedenking over de scheidsrechter, noemt hem een thuisfluiter en mag naar de tribune. De rode kaart, de goal. Het is voor de Veenendaalers wat te veel. Dan krijgen ze nog een mogelijkheid. Corti neemt een slijding waar de nodige aandacht is voor een penalty. Die wordt niet gegeven en zo blijft het 1-1.
Van rood gaan we door naar blauw. Na de belangrijke overwinning van Spakenburg op Quick Boys vorige week trof het afgelopen weekend een tegenstander van een geheel ander kaliber. Maghreb 90, de hekkensluiter van de derde divisie. Naast dat het al niet al te veel punten heeft binnen weten te halen, heeft het ook nog punten in mindering gekregen van de KNVB. Omdat het de zaakjes niet helemaal op orde heeft. Heel veel randzaken dus, maar we gaan kijken naar de wedstrijd. Want daar gaat het om de samenvatting dus tussen Maghreb 90 en Spakenburg. Geen bewegende beelden van Maghreb Spakenburg, maar wel foto's dankzij clubfotograaf Theo Hartog. Ja, zo speel je de ene week thuis tegen Quick Boys met 4000 man. En zo ben je in Utrecht op Kanaleiland in een troosteloze ambiance tegen een tegenstander die het ook niet zal redden in deze derde divisie, hopeloos onderaan het Maghreb. Barry Beyer wijst waar hij het wil hebben. En Spakenburg doet moeite om te scoren en dat lukt pas na 34 minuten. Want dan is het Mike Vreekamp die op aangeven van Menting de bal van 20 meter in de goal ramt. En tijd voor een familiefeestje. Mike en Stan vieren de 1-0. Leon Terwielen had een rustige middag, hoefde zelfs niet één keer te duiken. Tom Oost-Ien kreeg een grote kans, maar de 2-0 in de tweede helft komt dan van de voet van Kees Tol. De trainer van Maghreb 90 doet zijn best, maar ziet dat Tol even laat wordt gevloerd door zijn keeper. En dat betekent een rode kaart. En dat geeft Spakenburg de mogelijkheid om met een man meer in het veld de score uit te bouwen. Dat gebeurt niet, zo blijft het 2-0 voor Spakenburg. En wint ook Jong Almere City en het verschil met Almere blijft een punt. Van alle samenvattingen van de heren gaan we nu over naar het damesvoetbal. Zoals aan het begin al gezegd, twee dames uit ons eigen dorp die het heel goed doen in het damesvoetbal. Ik heb het over Willianne Te Beek en Esmee de Graaf. En fijn dat jullie hier willen zijn in deze uitzending. Esmee, om bij jou even te beginnen, kan je jezelf even kort voorstellen? Ja, ik ben Esmee de Graaf. Ik ben geboren en getogen in Spakenburg. Ik ben 20 jaar en ik voetbal op dit moment bij PEC Zwolle. Bij PEC Zwolle, daar gaan we natuurlijk straks uitgebreid verder over spreken. Ja. Hè, Willianne? Ja, ik ben Willianne Te Beek, 17 jaar, voetbal bij CTU Amsterdam en bij Nederlands elftal onder 19. Krijgt de bal niet weg. En Oranje is op weg naar 3-0. Willianne Ter Beek. Wat doen jullie naast het voetbal? Of bestaat jullie week alleen maar uit voetbal, Willianne? Ja, ook school natuurlijk. Moet ik natuurlijk ook nog afmaken. En wat doe je? Vijf HAVO, want je bent 17 jaar, vijf HAVO. Oké, en daarna ben je dan van plan om nog verder te gaan studeren? Ja, ik ben van plan om pedagogiek te gaan studeren, de HBO. En dat is te combineren allemaal? Ja, dat is allemaal gecombineerd met topsport. Wat is je favoriete positie in het veld? Links of rechts buiten. En wat is je favoriete sport naast het voetbal? Tennis. Esmee, wat is jouw favoriete sport naast het voetbal? Ik denk ook wel tennis of basketbal. Dat vind ik wel leuk om te doen. Speel je het zelf ook wel? Af en toe. Dat wel. Ja. Wat doe jij naast het voetbal? Want jij speelt dus bij PEC Zwolle. Heb jij nog tijd voor andere dingen? Ja, ik ga ook nog naar school. Ik zit nu in het vierde jaar van de KALO. Dat is student lichamelijke opvoeding. Dus een leer tot docent. En ik ben aan het afstuderen, dus als het goed is ben ik over een half jaar klaar. Is het te combineren voor jou? Ja, er zijn wel bepaalde regelingen bij ons op school. Waardoor ik wel flexibeler ben met roosterwijzigingen, met toetsen maken. Maar tot nu toe gaat het allemaal goed. En als het goed is, studeer ik gewoon binnen 4 jaar af. Dus, netjes. Ja. En jouw favoriete positie in het veld? Voor mij ook links en rechts buiten. Kijk. Er zit 3 jaar verschil tussen jullie. Kenden jullie elkaar al? Ja. Ja, van de Rooien. Ja. Van de Rooien, maar ik bedoel, jullie hebben nooit met elkaar in één team gespeeld. Nee. Maar toch, je merkte allebei, wij hebben talent en dan zoek je elkaar op of hoe gaat dat? Ja, we voetbalden allebei bij de jongens. Dus dan, daarvan kennen we elkaar eigenlijk wel. Ja,
Ja, want laten we even helemaal teruggaan in de tijd. Hoe oud waren jullie toen jullie besloten om te gaan voetballen? Ik heb eerst mijn zwemdiploma gehad, zoals dat dan vroeger ging. En toen ben ik op tennis gegaan. Maar dat vond ik toch eigenlijk niet heel leuk. En toen stond er een advertentie in de krant dat IJsselmeer misschien beginnen met vrouwenvoetbal, met meisjesvoetbal. En toen ben ik daarheen gegaan. Ik weet niet hoe oud ik was, ik denk 7 of zo. Want je dacht gelijk, dit is wat ik wil. Ja, eigenlijk wel. Ja. En ben je alleen erop afgestapt of had je wat meiden uit de klas opgetrommeld? Nee, ik ben eigenlijk gewoon alleen gegaan. Dus. Willianne, bij jou draaide damesvoetbal inmiddels een paar jaar. Ja, nog? Klopt. Hoe was het voor jou? Ik voetbalde zelf altijd op straat. En voor de rest, ik dacht niet, ik was 6 of zo, volgens mij. En toen, een buurvrouw van mij, die dacht, die had een keer zien voetballen. En die had toen aan mijn ouders gezegd van, oh, misschien moet ze op voetbal gaan. En zo is het eigenlijk gegaan. Eerst dachten mijn ouders van, voetbal, maar toch, ja. Ja, want tegenwoordig, helemaal met het EK van afgelopen zomer, wat de dames hebben gewonnen, is het steeds populairder aan het worden onder meiden. Maar hoe was dat toen jullie begonnen? Want jij zegt, er stond een advertentie in de krant, dus het was allemaal best wel nieuw. In ieder geval hier in het dorp voor de meiden. Hoe was dat toen? Nou goed, ik was het allereerste team, een F-team toen nog. Toen waren we met z'n 8 of 9 en dat was het eerste meisjesteam van IJsselmeervogels. En toen, eigenlijk in de loop der jaren, zijn er steeds meer teams bijgekomen, net als Willianne. En nu zijn er echt al, weet ik niet hoeveel, vrouwenvoetbalteams. Ik denk dat dat wel... Maar hoe werd erop gereageerd als jij zei, ik zit op voetbal? Vooral vroeger was het wel zo van voetbal, je bent een meisje, waarom dan? Maar goed, ja, uiteindelijk is het wel denk ik geaccepteerd. En ze doen het nu beter dan de man op het moment. Dus, Willianne, heb jij dat ook zo ervaren? Dat ze zei van, waarom zit je op een jongensport? Ja, dat viel volgens mij wel mee. Dat ik wel gewoon met de jongens voetbalde, dus ze dachten wel van ja prima. Oké. Want wanneer werd er opgemerkt dat jullie talent hadden? Ik ben begonnen bij de meisjes bij IJsselmeervogels. Op een gegeven moment mocht ik een keer een wedstrijd meedoen bij de jongens in de E. Omdat men dus al zag dat je best goed was? Gewoon, ja, trainers die dat zagen. En toen mocht ik bij de jongens voetballen, vast. Was dat, ging dat bij jou ook zo? Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar dan speel je mee met de jongens. Hoe was dat? Ja, het is wel wennen, want een heel ander niveau. En veel sneller en fysiek natuurlijk ook een groot verschil. Maar het was wel, was wel heel leuk. Esmee, kon je daar qua niveau direct goed meekomen? Ja, eigenlijk wel. Ja, je bent wel natuurlijk het enige meisje in een team. Maar ik denk dat ik wel mijn draai heb kunnen vinden tussen de jongens. Dat het ook wel goed is voor je ontwikkeling. Ik denk dat jij dat ook wel... Ja, zeker. Ja, maar merkten jullie dat jullie, hoe jong je ook was, dat je een beetje stil stond? Toen je nog bij de meiden zat? Nou, kijk, op een gegeven moment, ik had natuurlijk maar 1 meisjesteam. En die bleef eigenlijk elk jaar hetzelfde, elk seizoen. En op een gegeven moment, als je wil ontwikkelen, dan zul je wel eigenlijk een stapje hoger moeten gaan. En dat was in dit geval de jongens. En het gaat allemaal wat de Willianne zei, een stukje sneller, een stukje fysieker. En daar leer je wel echt heel veel van. Dan kom jij met een groep jongens, stap jij het veld op, als enige meisje ertussen. Ja. En de tegenstander, hoe reageert de tegenstander daar bijvoorbeeld op? Nou, je zag altijd heel vaak van, ze hebben een meisje, waar staat ze? Oh ja, jij zit tegen een meisje. Ah, een beetje lacherig. Ja, uitlachen, ja. Ja, dat ja. De tegenstander, dat uitlachen. Ja. En dan, want dan bleek dat jij toch wel heel goed was. Ja, ja goed, en dan na de wedstrijd dan heb je gewonnen en dan zijn ze niks meer. Ja, dan zijn ze stil. Ja. Ja. Is het de oplossing om de meiden bij de jongens mee te laten voetballen? Ja, het is heel goed voor je ontwikkeling. Sowieso, als je talent hebt, is bij de jongens voetballen sowieso echt het beste. Maar nou is voetballen ook een teamsport. Hoe lag je als meisje dan in de groep bij de jongens? Ja, ik vond het wel lastig in het begin. Vooral omdat je als enig meisje was, want je hebt een aparte kleedkamer. Want je gaat natuurlijk niet met de jongens douchen. Ja, dus het groepsgevoel, mis je? Ja, eigenlijk dat wel een beetje. En ik had wel soms wel eens het gevoel dat ik soort van buiten werd gesloten of zo. Terwijl dat niet altijd zo was. Maar ik vond het in het begin wel lastig, maar later heb ik wel mijn draai kunnen vinden. En toen ging het op zich wel prima. Ja, voor mij hetzelfde eigenlijk. Aan het begin is het even lastig, maar daarna gaat het gewoon goed. Zijn er plaatsen in Nederland waar een goede jeugdopleiding voor damesvoetbal is? Want bij IJsselmeervogels wordt het zo dus geregeld, als je het goed doet, dan ga je met de jongens meedoen. Is dat overal op die manier geregeld of zijn er ook hele grote damesverenigingen? Ja, ik denk dat dat vooral bij amateurclubs is, dat het zo geregeld is zoals bij IJsselmeervogels. Er is nog niet echt een vereniging waar je echt een bepaalde jeugdopleiding hebt, volgens mij. Voor vrouwen, dat is meer inderdaad CTO, waar Willianne nu speelt.
Dan kun je vanaf 16? Ja, 14, 15. 14, 15. Dat is dan zeg maar de jeugdopleiding voor vrouwen, maar nog niet echt wat bijvoorbeeld een Ajax of Feyenoord heeft. Dat, nee. Maar jij speelt, of je bent zelfs opgeroepen voor Oranje, maar ja. Daarna, daarvoor heb je ook al, net als jij, in Oranje onder 19, 18 enzovoort gespeeld. Mm-hmm. Al die meiden die je daar hebt leren kennen, hebben die dezelfde route doorlopen zoals jij die hebt doorlopen? Zo van, nou, en dus mee gaan doen met de jongens? Ik denk 9 van de 10 meiden binnen mijn team van Nationaal, die heeft dat wel denk ik wel gedaan. Ja, ja, natuurlijk, elke route is anders, maar ik denk dat het grote deel dat wel gedaan heeft. Esmee, even bij jou blijven hangen. Je speelt nu bij PEC Zwolle. Ja, dat klopt. Dat is toch een aardige club. Ja, zeker. Speelt bij de vrouwen het hoogste niveau ja, in Nederland. In de Eredivisie. Maar hoe ben jij daar terechtgekomen? Want, nou oké, okay, je hebt talent, je gaat met de jongens meedoen. Ja. Maar nu zit je bij PEC Zwolle. Ja, klopt. Nou, eigenlijk vanaf de jongens ben ik weggegaan bij IJsselmeervogels. Toen ben ik naar Seestum gegaan. Ben je daar zelf naartoe gegaan? Nee, ik ben er eigenlijk voor gevraagd. Ja, toen was ik 16, ben ik daarheen gegaan, heb 2 jaar gespeeld. Toen ben ik kampioen geworden en toen ben ik eigenlijk gevraagd op PEC Zwolle. En dat was eigenlijk ideaal, want ik studeerde al in Zwolle. En toen ging ik dus ook voetballen in Zwolle en ben ik uiteindelijk ook gaan wonen in Zwolle. En dat was eigenlijk, het is eigenlijk echt supergoed te combineren op dit moment. Dus. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Kan je dat moment nog herinneren dat je gebeld werd door PEC Zwolle? Ja, zeker. Dus ik was op vakantie met mijn familie op de Schelling. En in één keer kreeg ik een telefoontje van, hallo met PEC Zwolle. Toen dacht ik wel van, oké, PEC Zwolle. En toen, ja, of een keertje mee wil trainen. Nou, van het een komt het ander. En binnen no time zat ik eigenlijk bijna dat ik contract getekend. Ja. Dus. Was je zenuwachtig toen je mee moest trainen? De eerste training wel een beetje. Maar vooral ook omdat je eigenlijk niemand kent. En ja, dan is dat een beetje afwachten van, ja, wat is hun niveau, wat is je eigen niveau? Kun je daar een beetje aan meekomen? Maar op zich ging het prima en tot nu toe gaat het nog steeds goed. PEC Zwolle, hoe spelen het hoogste niveau? Ja. Kan je iets heel kort vertellen, hoe zit die competitie in elkaar? Ja. Want het zijn minder clubs dan in de Eredivisie bijvoorbeeld. Ja, binnen de Eredivisie heb je 9 teams. Je speelt allemaal 2 keer tegen elkaar en daarna wordt er een top 5 gemaakt. Dus de beste 5 spelen daarna nog allebei 2 keer tegen elkaar. En de onderste 4 spelen 2 keer tegen elkaar. En uiteindelijk kom je dan tot de kampioen. En wij hopen met PEC Zwolle in de top 5 te komen. Jullie staan volgens mij op 4e plaats ja, op dit moment. Tegen Ajax gespeeld eerder deze week. Ja, en, klopt. Nou ja, daarin hebben jullie het wel een beetje laten liggen, hè? Ja, dat was vooral heel zonde. We stonden 2-0 voor tegen Ajax. En binnen 5 minuten stonden ze eigenlijk op 2-2 en hebben we toch een punt uit het vuur kunnen slepen. In de laatste vijf minuten. Ja. Hebben we toch een punt uit het vuur kunnen slepen. Maar goed, het is wel heel zonde als je 2-0 voor staat en dat is nog En die punten heeft. Waren erg belangrijk geweest. Zeker, zeker. Ja. Willianne, jij speelt, je noemde het al even, het CTO, het Amsterdam Talent Team. Wat houdt dat in? CTO betekent Centrum voor Topsport en Onderwijs. Dat, voetbal is gewoon supergoed afgestemd met school. En het is een programma van de KNVB. Alle talenten over heel Nederland die kunnen daarheen. Zo is het in elkaar. Maar alle talenten kunnen daarheen. Ik neem aan dat je niet belt van hoi, kan ik ook hier komen? Dat je ook daarvoor gescout moet worden. Ja. Hoe is dat bij jou gegaan? Het begon bij de KNVB. Toen was ik 10 jaar. Toen mocht ik bij onder 12 meedoen. En zo heb ik eigenlijk stappen genomen. Ja, onder 13, onder 14, onder 15. Dus dan ben je al in de picture. Ja. Ja. En bij onder 15 gaan trainers van CTO komen daar bij wedstrijden kijken. En toen werd ik gebeld of ik ook een keer mag meetrainen. Ja, en dan ga je een keertje meetrainen. Kan je dat nog herinneren hoe dat was? Ja, dat weet ik nog wel. Vertel eens. Ja, dat was wel even wennen, want er zitten ook meiden bij van 18 jaar. Het is van leeftijd 14 tot 18 jaar. Dus hele grote meiden. En die 14-jarigen zitten ook gewoon bij die 18-jarigen? Ja. Ja, de meeste zijn 15, maar degene die instroom kunnen ook 14 zijn. Ja, dat was wel even wennen, ja. En want je zegt ze zijn groter, was dat het enige waar je aan moest wennen of was er nog meer? Ja, qua training. Trainingen zijn heel anders dan bij de jongens. Het is veel specifieker allemaal. Was het ook een soort opluchting van eindelijk spelen met allemaal meiden? Ja, dat ook. Daar heb je wel van gedroomd, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Jij bent op een gegeven moment naar Seestum gegaan. Daar speelde jij ineens dus met allemaal meiden. Klopt. Was dat voor jou ook een opluchting? Ja, eigenlijk kom je van de jongens af en je bent 16 jaar. En je speelt eigenlijk tegen dames die ook rond de 25, 26 zijn. Dan gaat het er eigenlijk nog fysieker aan toe. En, in het begin vond ik dat wel heel lastig. Maar goed, ik heb me daar zelf wel
in kunnen vinden. Maar waar je eerder zei van je miste soms het teamgevoel, hè, omdat je in een aparte kleedkamer zat. Ineens had je dat wel. Ja, klopt. Was dat juist heel fijn of moest je daar toen misschien zelfs ook weer aan wennen? Dat je ineens wel echt helemaal deel uitmaakt van die groep. Ja, in het begin is het altijd wel natuurlijk wennen, want het zijn allemaal andere meiden, allemaal een nieuwe groep. Maar uiteindelijk is dat wel waar ik het meest van hou, zeg maar, gewoon met z'n allen gezellig een team zijn. En dat ik bij de jongens wel minder dan dat ik dat nu heb, zeg maar. Ja. Willianne, jij bent naar dat CTO gegaan, waarbij je dus ook daar naar school gaat in Amsterdam. Je traint daar. Jij bent dus al heel jong op jezelf gaan wonen, want je ging niet op en neer reizen. Nee, klopt. Je ging daar wonen. Ja. Maar hoe was dat voor je? Hoe is dat voor je? Ik was 15 jaar. Ik was 15 jaar en er is daar een flat. Dat is één gang en daar woon je dan met je teamgenoten. Ja, sommigen gewoon in Amsterdam zelf, dus kunnen gewoon op en neer reizen. Dus ik denk 11 mensen in mijn team die wonen daar nu. En ja, dat was wel, ja, je moest opeens alles zelf doen, wassen, word je daarin begeleid? Ja, je wordt er wel in begeleid, er wordt wel dingen uitgelegd natuurlijk. En sowieso de eerste weken word je wel echt geholpen. Heb je last van heimwee gehad? Nee. Dat niet? Nee. Dat is helemaal niet. Te druk daarvoor. Want kan je vertellen, Willianne, hoe ziet een doorsnee dag eruit voor jou? Op maandag begin ik al 7:30 in de gym, krachttraining. Dan ga ik door naar school tot 14:45. Dan middagtraining. En dinsdag geen ochtendtraining, alleen middagtraining. Ja, dat is school natuurlijk ervoor. Mm-hmm. Woensdag ook school, weer middagtraining. Donderdagochtend weer om 7:30 krachttraining. Donderdagmiddag voetbaltraining. En vrijdagavond wedstrijd. En in het weekend zijn we vrij. Oké. En dan, wat doe jij in het weekend? Blijf jij dan in Amsterdam? Nee. Na de wedstrijd vrijdagavond ga je naar huis. En dan, dat doet iedereen eigenlijk. Ja, dat doet iedereen. Ja. En dan heb je gewoon vrije tijd, familie, vrienden. Dus. Hoe is dat voor je? Ja, dat is heel fijn. Dat wel. Dat heb je ook wel echt nodig. Ja, zeker. Esmee, hoe ziet bij jou een doorsnee week eruit? Nou, in principe een beetje hetzelfde. Wij trainen altijd elke dag om 16:30. Dus ik ga 's ochtends en 's middags gewoon naar school en dan 's avonds train ik. En eigenlijk voor de rest hetzelfde. Nou, ga je dus overdag gewoon naar school. Jij ook. Maar als we echt de mannen hebben in het profvoetbal, ik bedoel, die kunnen ervan leven. Ja. Hoe is dat bij het vrouwenvoetbal? Ja, ik ben altijd zo van vrouwenvoetbal kun je gewoon niet leven. Daar kun je gewoon later niet je geld mee verdienen. En ik vind daarom ook heel belangrijk om gewoon mijn opleiding en mijn school af te maken. En daar ben ik dus bijna mee klaar. En dan zie ik het wel verder. Maar je moet ook gewoon zo reëel zijn dat met vrouwenvoetbal je het niet kan verdienen voor de rest van je leven. Dus. Hoe sta je daar eigenlijk in? Want je beoefent dezelfde sport. Ja. Alleen de bedragen die er in het herenvoetbal in omgaan, die zijn soms absurd hoog. Ja, klopt. En als vrouw zijnde moet je net zoveel investeren. Je moet heel veel trainen. Klopt. Maar je moet ook gewoon een baan ernaast hebben, want je kan er niet van rondkomen. Ja, dat klopt. Ja, dat is aan de ene kant wel zonde, maar aan de andere kant is het ergens ook wel logisch. Als je kijkt naar de mannenvoetbal, dan komt veel meer publiek op af. Dus het is voor sponsoren ook veel aantrekkelijker. En dat is aan de ene kant wel zonde, want wat je zegt, we investeren hetzelfde erin. Alleen ja, het is op dit moment niet anders. Dus. Nee, want ik kan me voorstellen dat het best wel zwaar is als je 5 keer in de week traint. Of 4 keer in een wedstrijd. Mm-hmm. En daarnaast gewoon je opleiding. Ja. Ik kan me zo voorstellen dat je soms ook opbreekt. Hoe ervaar jij dat, Willianne? Ja, bij CTO is dan heel goed afgestemd. Wij hebben een heel klein rooster eigenlijk op school. We hebben blokuren, dus Nederlands blokuur, Engels blokuur. En dat heb je 1 keer in de week. Dus, en dan heb je 6 vakken. Dus eigenlijk, het is wel te doen. En bij jou? Voor mij geldt eigenlijk hetzelfde. Ik moet wel gewoon al mijn lessen volgen. Maar wanneer ik een keer met training in de knoop kom of inderdaad met tentamens, kan ik het gewoon omzetten of volg ik het bij een andere klas. Ja. Maar goed, ik moet het wel gewoon volgen, want zoals bij CTO Amsterdam geregeld is, heb ik het niet. Ik moet het allemaal voor mezelf regelen. Hey, en zoals Willianne, die gaat in het weekend naar huis. Ben jij, jij woont inmiddels helemaal in Zwolle. Kom jij ook in het weekend naar huis? Of ben je tegenwoordig ook steeds vaker de hele week in Zwolle? Nee, meestal kom ik wel altijd het weekend thuis. Want ik vind het gewoon fijn om mijn familie en mijn vrienden weer te zien. En even vertroeteld worden door je ouders. Precies, dat mijn ouders weer eventjes lekker koken of zo. Ja. Ja. Hoe staan jouw ouders in het hele verhaal? Hebben ze jou hierin altijd gesteund? Ja, eigenlijk wel. Ik heb het hele KNVB-traject doorlopen. Dus dat was elke week een activiteit met een team. Onder 12, onder 13, onder 14 enzovoorts. En ze hebben me eigenlijk altijd gebracht. Hebben altijd een wedstrijd gekeken. En ze komen nu nog wekelijks kijken als we thuis spelen. Dat is heel fijn. En Willianne? Ja, voor mij ook. Ze hebben super erg gesteund. Ja, nog steeds natuurlijk. Mijn vader is echt elke wedstrijd mee geweest. En superveel rijden met de auto.
Hoe belangrijk is dat, dat je ouders je daarin steunen? Ja, dat is wel echt het belangrijkste. Als je het niet hebt, dan... Dan kom je er niet. Ja, dan kom je er zeker niet. Nee? Nee. Dat denk ik ook niet. Nee. Heb je er gewoon bij nodig. Ja. Is het net zo mooi als waar je als klein meisje van droomt? Of heb je er überhaupt van gedroomd? Het topvoetbal voor dames? Ja, ik denk dat je, als je op voetbal gaat, dat je denkt van, wel, nou, het zou wel vet zijn om. En vooral als je nu ook bijvoorbeeld de dames van Oranje ziet spelen op het EK. Dat is best wel vet om, ik denk dat je er best wel van mag dromen. Ja, maar is het ook zo mooi tot nu toe voor jou? Ja, denk het wel. Ja. Want, nou ja, we hebben het al over Oranje gehad, hè, waar jullie al een heel traject in aan het doorlopen zijn of hebben doorlopen. Maar jij bent onlangs opgeroepen, Esmee, voor het echte Oranje. Klopt, ja. Ja. Waar ik het had over het telefoontje dat Pek naar jou deed. Zo kreeg ik ook een telefoontje van de bondscoach. Ja, klopt, dat lijkt me helemaal bijzonder. Ja. Vertel. Ja, nou, ik kreeg in eerste instantie te horen dat ik op de stand-by-lijst stond. Dus zeg maar, als er iemand afvalt, dan zou ik mee mogen. Dat had ik al ten eerste al niet verwacht. En toen 2 dagen later belden ze weer op. En toen zei ze, er is een wijziging in de selectie en je mag toch mee. Dus pak je spullen en we gaan naar Spanje. Nou, dat was wel echt super vet. Toen deed je heel ontspannen aan de telefoon en toen je ophing. Toen heb ik eigenlijk meteen mijn ouders gebeld en gelijk gezegd. Ik weet het nooit wie er gebeld heeft. En toen, En dan heel ga je dus mee met die meiden die gewoon Europees kampioen zijn geworden. Ja, dat is echt een hele mooie Vertel ervaring. Vertel eens over die ervaring. Ja, dat was gewoon, je komt aan op Schiphol en je ziet al die meiden daar staan. En ja, je kent ze gewoon van tv en dan moet jij je voorstellen van ja, ik ken jou eigenlijk al wel, maar goed, jij mij niet. En vervolgens ben je gewoon de hele week met hun op pad en je mag meedoen met het hoogste niveau van Nederland. En je leert echt superveel. Ik heb heel veel geleerd in die 10 dagen en het is echt was een hele mooie ervaring. Ja. Dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Want die meiden die kennen jou nog niet. Nee. Zijn er meiden waar je in de competitie wel tegen speelt? Of spelen ze allemaal in het buitenland? Ik denk dat de helft van het team ongeveer in het buitenland speelt. En de andere helft speelt gewoon in de Eredivisie. Dus het meeste bij Ajax, Twente, PSV. Maar goed, ja, je komt elkaar wel tegen. Maar ja, je kent elkaar alleen als tegenstander en niet als teamgenoot. Dus dat is ook wel anders. Ja, nou zeg je, een gedeelte speelt dus in het buitenland. Wat zijn nou echt de toplanden voor het damesvoetbal? Ik denk dat Engeland best wel een topland is. Duitsland heeft ook wel een paar topteams. Ja, Spanje natuurlijk. Ik denk hetzelfde een beetje als de mannen. Ja, dat ook zo is. Wiljana, als jij zo'n Esmee kijkt. Zij speelt nu al bij PEC Zwolle. Wat zijn jouw dromen? Ja, ik... eerst Eredivisie team. En het liefst ga ik naar het buitenland. Over 4 jaar of zo. Dus als je 21 bent, dan... speelt Willy in het Beek in een buitenlandse competitie, dat hoop jij. Ik hoop het. Welk land zou je graag willen? Engeland. Ja. Is voor jou de top hier al bereikt? Nee, zeker niet. Nee, ik ben nu bijna klaar met mijn school en nu kan ik me echt volledig gaan focussen op voetbal. En ik zou inderdaad eerst wel naar de top van de Eredivisie willen en dan ook denk wel richting het buitenland. Dat zou je ook graag willen. Ja. Dat zien jullie als dromen. Dus over 1 jaar of 5 zien we jou ook in de Engelse competitie. Spelen jullie daarin tegen elkaar? Of met elkaar kan ook. Dat zou natuurlijk zeker ook kunnen. Absoluut. Even nog één dingetje. We hadden het net al over de bedragen, hè, die omgaan in het damesvoetbal. Dat die veel minder zijn. Nou is het tijdens het EK werd er ook veel gezegd over het niveau. Hè. Sommigen deden er dan lacherig over. Hoe vinden jullie dat? Hoe vinden jullie het niveau van het damesvoetbal als je dat vergelijkt met... Ik vind sowieso niet dat je het met mannenvoetbal moet vergelijken. En mensen die lachen, die doen dat eigenlijk. En mensen die gewoon open naar kijken, die doen er gewoon heel positief over eigenlijk. Ja. Ja. Wat is nou jullie echte kwaliteit? Want jij speelt dus al die Eredivisie, jij zit in het talentteam. Maar wat maakt dat jij zo goed bent, Wiljana? Dat is een lastige vraag. Ja, zeker. Ja, doelpunten maken en acties maken. Ik moet vooral hebben voor mijn snelheid en van de voorzetten. Dus ik geef ze liever af en iemand anders mag ze scoren. We gaan het zien, meiden, of we jullie over 1 jaar of 5 echt dus terugzien in het buitenland. En hopelijk hebben jullie dan nog wel eens tijd om hier ook nog een keertje aan te schrijven als jullie hier zijn. We hopen dat die dromen uit zullen gaan komen. We gaan in ieder geval nu eerst door naar het volgende onderwerp en dat is de voetbaltoto. De meiden hebben ook een toto in mogen vullen. En daar kijken we eventjes naar de meiden. Het gaat om het speelschema van 17 februari pas, omdat aankomend weekend een inhaaldag is. Toen ik zei van nou, we gaan de toto ook even bespreken, toen zeiden jullie beiden, ga je er ook helemaal op in? In hoeverre volgen jullie IJsselmeervogels? Niet, eigenlijk. Nee?
Ik kijk altijd wel elke zaterdag wat de uitslagen zijn. En dan niet alleen van IJsselmeer, maar ook van Spakenburg en Dijk. Dat vind ik wel gewoon, je bent natuurlijk wel trots op je dorp. Alleen het is niet zo dat ik elke zaterdag langs de lijn sta om te kijken eigenlijk. Deed dat als klein meisje wel? Ja, dan ging ik best wel vaak ook met mijn teamgenoten, met de meiden dan nog, gingen we vaak wel eens naar de maanden kijken. Maar nu eigenlijk Maar is dat meer. Gewoon omdat je het weekend, dan heb je echt even om tot rust te komen, dan wil je even je eigen ding doen? Is dat een reden? Ja, eigenlijk wel. Je bent eigenlijk al de hele week met voetbal bezig en dan ben je eindelijk een keer thuis en dan gaat het een keer niet over voetbal. Natuurlijk, je kijkt wel de uitslagen dan, maar goed, dan is het even, ik vind het wel lekker om niet te... En Willianne? Ja, ik volg het af en toe. Niet dat ik, ja, heel af en toe ga ik ook naar een wedstrijd, maar niet meer zoals vroeger. Vroeger ging ik elke wedstrijd. Was je aanwezig, maar nu niet meer helemaal. Nou ja, in ieder geval, jullie hebben hem zelf ingevuld of wat hulptroepen ingeschakeld? Klein beetje hulp. Ja, ook hulp. Wie krijgen de eer bij jou? Bij mij Marijn de Graaf. Bij mij vriend van mijn zus. Oké, dan. Nou, dan is dat ook bij deze in ieder geval genoemd. IJsselmeer volgens hebben jullie op winst, Spakenburg op winst en Eemdijk op winst. Nou, laten we er dan niet te ver op ingaan. We gaan het volgende keer zien of jullie een beetje scherpe glazen bol hebben gehad. We gaan naar het laatste onderdeel van het Sportcafé en dat is FC Bunschoten. Nou, de meiden die weten natuurlijk alle ins en outs voor zichzelf over waar ze het liefste staan. En dat hebben we net ook gehoord. Maar wie moet er nou in het lokale Dream Team? En wie weet zetten ze zichzelf wel er neer. vertel, wat gaan jullie wisselen? Olijfveld voor Brouwers. En vertel waarom? Olijfveld doet de laatste tijd goed. Ja, prima. Hij scoort. Dus. En dan helemaal goed. Gaat die Brouwers eruit? Ik sluit me daar volledig bij aan. Ik. Ja? Ja. Je vindt het goed zo. Ja, we doen, en we houden het bij één wissel. Ja. Duidelijk. Nou, Esmee de Graaf en Willianne de Beek. Ontzettend fijn dat jullie hier aan wilden schuiven. En heel veel succes gewenst in jullie verdere loopbaan. En dat we maar heel erg veel van jullie mogen gaan horen ook nog. Dankjewel. Voor nu rest mij u een heel fijn weekend toe te wensen. En tot volgende week.